kunnen studeren, je mening kunnen uiten, je geaardheid kunnen uiten. Vrijheid voor mij is reizen. Nee, voelt vrijheid voor mij gewoon als een soort van primaire levensbehoefte, omdat het er gewoon bij hoort. Dat geaccepteerd wordt door anderen, op basis van religie, geaardheid en gewoon mijn persoonlijke mening over dingen. We kwamen erachter door historisch onderzoek welke impact de Tweede Wereldoorlog had op de vrijheid en het leven van Tilburgse studenten. Colleges konden niet meer gegeven worden en de Duitse bezetter vereiste loyaliteitsverklaringen. Studenten van Joodse afkomst mochten niet langer studeren en veel studenten moesten onderduiken. Beide ouders hebben in het verzet gezeten in de oorlog, nogal stevig. Beide hebben gevangenschap ervaren. En mijn moeder, kort maar krachtig, en die heeft het overleefd, die is vrijgekomen. Mijn vader, helaas, is een lange odyssee van kampen en gevangenissen meegemaakt. En die is via Sachsenhausen uiteindelijk in Buchenwald overleden. De dilemma's waar deze oud-studenten mee te maken hadden en de herinneringen van hun nabestaanden willen wij vastleggen in een interactief digitaal monument. Als eerbetoon, maar ook als kennispunt over de regionale oorlogsgeschiedenis. Via het doorgeven van verhalen willen we empathie en bewustwording creëren bij de studenten van nu. De verhalen van Kommenhagen en zijn studenten in oorlogstijd zijn van waarde voor de samenleving nog steeds. Want hoe kan je je voorbereiden op een toekomst? Hoe speel je in op onverwachte situaties? Waar sta je voor wanneer alles wat vanzelfsprekend is wegvalt? Vragen die toen van levensbelang waren en nu nog steeds een belangrijke rol zouden moeten spelen binnen de universiteit en binnen onze samenleving. 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog is vrijheid voor veel mensen nog steeds niet vanzelfsprekend. Het blijft een actueel thema. Ook hier op de universiteitscampus zijn internationale studenten uit oorlog- en conflictgebieden geconfronteerd met de schending van hun vrijheid. En om te weten te komen of de achtergrond ervan en wat de studenten destijds hebben meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat raakt mij. Immers ik zelf kom uit een door oorlog geteisterd land, namelijk Afghanistan. 18 jaar geleden zijn we naar Nederland gevlucht voor het oorlogsgeweld. En politieke vervolging. Ja, dus natuurlijk sta je wat bewuster bij stil bij wat mijn vrijheid is. En dat is je eigen lot kunnen bepalen en daarin vrij zijn. En ook mogelijkheden daartoe te hebben. Hè. Bijvoorbeeld onderwijs kunnen genieten en veiligheid te hebben. Hè. Om het digitale monument mogelijk te maken, hebben we jouw hulp nodig. We vragen je om een donatie. Iedere bijdrage wordt ontzettend gewaardeerd. Voor het realiseren van dit monument is er 15.000 euro nodig. Wanneer we dit bedrag met z'n allen bij elkaar krijgen, dan kunnen wij de verhalen over moed en vrijheid van onze universitaire gemeenschap doorgeven. Help je ons met het schrijven van geschiedenis? Dan geven we samen de vrijheid door. Bedankt voor uw gift.